ben Roelien Helling-Witgoed. Ik ben getrouwd. Ik heb kinderen, kleinkinderen. En ik werk nog parttime in een modewinkeltje. Ik heb een behandeling gehad aan mijn handen. Dat was een kleine prikjes. En dat was na een paar, 2 dagen was dat helemaal weer mooi gaaf opgevuld. En het ziet er beter uit. Ik vond het niet eng. Maar soms denk je na over de noodzaak van is het echt wel nodig? Of hè? Want het is eigenlijk een luxe ding om te laten doen. Maar ik ben er heel erg blij mee. Ja, eigenlijk helemaal niets op aan te merken. Niks onprettig. We hebben ook nog gelachen. Dus nee, dat was prima. Nou, en mensen die daar last van hebben, die hun handen wegstoppen of in hun broekzakken doen de hele tijd en denken van, goh, ik voel me niet meer zo happy daarmee. Dan zou je kunnen zeggen van, goh joh, luister, is wat aan te doen? Laat je informeren. Nee, het is prettig. Het is gewoon, je wordt gerustgesteld en op je gemak ben je. Dus het is allemaal prima.